Dan denk ik aan de boekenmarkt in Almelo. En daar gaat u nu naartoe? Daar ga ik nu naartoe. Dan heb ik een hele mooie vraag voor u. Stel nou, ja? dat u een boek zou mogen schrijven. Ja. Waar gaat het dan over? Wat schrijft u van u af? Wat ik schrijf, ik heb net rondgelopen en heb ik over een boek gekocht over de geschiedenis van Almelo. Dus ja, Almelo, daar heb ik iets mee. En ik ben een betrokken Almeloer, dus ik zou iets over Almelo schrijven. Geboren en getogen? Geboren en getogen. Hm. Ik ben de bloemenman van Almelo. Aha. De bloemenkoning noemen ze mezelf. Kijk eens aan. Ik zorg voor de tulpen, ik zorg voor de zomerbloeiers, de groenbeplanting in de binnenstad van Almelo. Dus ik ben met allerlei dingen bezig om Almelo leuker en boeiender en kleurrijker te maken. Ja, eigenlijk voor de jeugd fietsen, hè, wat we vroeger deden. Doodtrappen. Doodtrappen, ja, inderdaad. Maar u doet dat niet? Niet meer. Nee, die tijd is geweest. Vroeger wel. Stel nou dat u een boek mocht schrijven. Waar gaat het dan over? Ja, ik ben sportliefhebber, hè, over voetbal. En zou je dan de tactiek beschrijven of de achtergronden van het voetbal? Ja, alles eigenlijk wel. Hè. De techniek en de sfeer, hè, dat belangrijk inzet en karakter, dat is gewoon 80% van de voetbal. Hè. Nou, ik ga altijd naar de boekenmarkt, dus dat is een beetje een vast iets. Dus het heeft niet echt een speciale betekenis, maar boekenmarkt is iets. Stel nou dat u een boek mocht schrijven, wat zou daar dan in komen te staan? Waar zou u over willen schrijven? Ach, ik denk gewoon een fantasiewereld. Gewoon creatief kunnen zijn, dat denk ik. Niet zo serieus. Nee, ja, je denkt er wel aan. En ik heb vanmorgen even naar de kerkdienst geluisterd in de Pnielkerk. Ja, nou, dit is... Ja, moet je dat zeggen. Je hebt de hemel en de aarde, maar wat ertussen zit, dat is mysterie. Gelooft u in het hiernamaals? Gelooft u in het hiernamaals? Ja, ik geloof wel dat er nog meer is. Maar ik heb wel houvast aan mijn geloof, zeg maar. Ja. Stel nou dat u een boek mocht schrijven. Of waar zou het dan over gaan? Dat is ook een vraag, zeg. Ik heb... Over de wetenswaardigheden op de boerderij. Als we een boek moesten schrijven. Alles wat we op de Bellingkop beleefd hebben. Vroeger was het allemaal handwerk, hè? Ja. En in één generatie is alles handwerk tot robot toe. De koeien worden gemolken met robot nou. Ja. En dat. De komende 10 jaar gaat nog sneller, denk ik. Het oude ambacht is verdwenen. Ja, het oude ambacht is wel verdwenen, ja. Dat zou zeker gaan over Twente, de Twentse bevolking, de Twentse cultuur, de mensen die er wonen. Daar zou het zeker over gaan. Ook over de boeren? Dat zou ook wel over de boeren gaan, ja. Wat gaat u verder doen deze dag? Ik ga absoluut hier nog verder de boeken bekijken. En daarna dan vanmiddag dan ga ik waarschijnlijk nog even naar een locatie aan het kanaal Almelo-Nordhorn in Albergen. Waar gevierd wordt dat daar 100-jarig een zwemlocatie is. Stel nou dat je zelf een boek zou mogen schrijven. Waar zou je dan over gaan schrijven? Ik denk over avontuur. Avontuur? Ja. Spanning en sensatie? Ja, dat ook van proberen. En jij? Ik weet niet, gewoon familie, gezin en school. Deze heb ik. Hendrik Groen, ja. Dat is de laatste van hem. Dit is nog een van Jeroen Brouwers, die overleden is, net kort geleden. Dit is nog van die Italiaanse schrijver Paolo Cognetti, die ik onbekend was in Achtbergen, maar dat is een andere, die buiten. Ja. En dit is historie, een beetje nostalgie uit de jaren 60, 50. Daar mijn geboortejaar op, dus wel aardig. Dit is de laatste die ik heb. Dit was een gok meer, maar ik heb die namen hier een keer een recensie van gelezen en het zag er goed uit. Dus ik ben tevreden met wat ik heb. Dan denk ik, en dan ga ik terug naar de Bijbel. En dan denk ik van, hey, het is de dag dat ons lieve Heer ten hemel gevaren is. Mm-hmm. En geeft u dat een goed gevoel? Ja, pertinent. Een heerlijk gevoel. Mm-hmm. Ja, zonder meer. Gelooft u er ook in dat hij nog ooit een keer terugkomt? Ik had eigenlijk verwacht dat hij vandaag weer terug zou komen. Hij is toen de tijd weggegaan. Hij zal op dezelfde wijze ongeveer terugkomen. Mm. En ongeveer de tijd van toen is eigenlijk ook de tijd van nu. Nou, voor mij betekent dat niet zo heel veel. Behalve doodtrappen, weet ik van vroeger, zeg maar. Maar het is verder, voor mij heeft het geen religieuze betekenis, Hemelvaartsdag. U bent vanmorgen niet om 5 uur opgestaan? Nee.
Die tijd heb ik gehad. Dat doe ik niet meer. Ik werk inderdaad voor een bibliotheek, dus dat zegt misschien ook al het een en ander. En ik ben van origine eigenlijk onderwijsres, dus ik heb eigenlijk wat dat betreft heel veel met boeken. Welke boeken houdt u van? Ja, voor mij zijn het eigenlijk de kinderboeken. Dat is wat mij het meeste aanspreekt. Ik lees zelf ook wel boeken, maar dan meer spannende boeken, detectives. Maar ik ben op het moment heel veel kinderen boeken aan het lezen voor beginnende lezers, omdat we vakantielezen willen promoten. Dus dat is eigenlijk wat ik dan hoofdzakelijk voor mijn werk doe. Maar wat ik ook eigenlijk heel veel plezier aan beleef om die kinderboeken te lezen. Nou, u straalt het ook uit. Ja, is dat zo? Ja. Nou, dank u wel. Nee, zoveel ambities heb ik niet. Okay. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb vanmorgen al gezongen om 9:30 in de kerk. En er waren vrij veel mensen, dus dat was een mooie sfeer. Dus ja, Jezus is naar de hemel gegaan. Dus, ja, toch? Die viering die staat bij u bovenaan? Ja. Maar nou is er in Almelo... de boeken ook, hè? Nou is er in Almelo ook een boekenmerk. En daar gaat u naartoe? Ja. Ja, klopt. Stel nou dat u zelf een boek zou mogen schrijven. Waar moet dat dan over gaan? Nou, dat zou een detective zijn. En dan mogen de mensen puzzelen van wie heeft het gedaan. Weet je wel? Dat vind ik zelf ook altijd zo mooi om te kijken wie heeft het uiteindelijk gedaan. Weet je wel? Ik vind het gewoon een leuke feestdag. Het is gewoon leuk dat we vrij zijn van school. Verder is het ook wel belangrijk dat mensen die van de hemelvaart houden gewoon hun dag hebben. Uitslapen. Meer niet. Meer niet? Meer niet.